Niet zo doen, papa. Wat zegt dat we eruit gezet worden, maar ik denk niet. Goedemorgen. Ik ben moe. Het is nu 7:58. Dus op zich is het niet meer zo laat. Maar ik ga even douchen. Buiten alles en zo. En dan ga ik naar papa. Naar Sofie de verjaardag. En ik moet nog een paar cadeautjes inpakken voor de verjaardag. Dus ze heeft ook best wel veel cadeautjes gekregen door mama onder andere. Want mama had nog best wel wat dingetjes die leuk zijn voor iemand die 7 wordt. Sofie wordt 7, dus dat is wel schattig. Dus ik ga even me klaarmaken en dan zie ik jullie zo. Jessie zegt dat het heeft gesneeuwd. Oh ja. Niet super veel sneeuw, maar wel een beetje. Dus op de sloot zie je het ook. Ja. Oh ja. Ja, daar is een grote witte lijn. Goedemorgen, mooie dress. Ik vind het echt mooi. En je hebt mijn trui van vroeger aan. Of van vroeger. Hier. 4 maanden geleden zat hij nog in de kast. Tijd voor het ontbijt. Ik neem zo een cracker met notenpasta. Een klekker. En thee met agavesiroop. En sinaasappelpartjes. God. Nou, we hebben heel erg gehaast. En ijs getrapt. Dus het is ijs. Of nou ja, ik heb geen ijs getrapt. Dat hebben Arthur en Jess gedaan. Arthur is zo lief om me weg te brengen. En Jess is zo lief om mee te gaan. Het is nu 9:05. De trein gaat 9:00. Dus, en ik moet nog even snel opladen. Dus ja, dit wordt spannend. Maar ik denk dat we het wel redden, want we zijn er al bijna. Doei! Ik kom net uit deze trein. En het is hier echt. Er is hier al best wel veel sneeuw op. En het is wel koud. Oh, kijk. Ik vind het grappig als mijn adem dan warmer is dan het weer. Dat, hier moet ik dan wachten en dan komt straks de trein. Het is de liefde. We hebben elkaar gespot bij Utrecht. Nou, we hadden wel afgesproken. Je bent onscherp. Doe, doe, doe. We zijn denk ik allebei onscherp. Maar we gaan nu naar Schiphol en dan... Tot zo. Wat wel grappig. Ik had net echt super lang met een oud vrouwtje staan praten. En die herkende je. Een soort van, voordat ik er gewoon aan de beschrijving hoe ik vertelde voor mij. Ja, het was zo. Ik was aan het wachten op het station, op het perron. En op een gegeven moment, ik dacht van ja, de trein gaat over 1 minuut. Het kwam er in één keer een oud vrouwtje langs lopen en die zei, ja, je vriendin is al naar boven hoor. En ik dacht echt van, hoe kan zij weten wie mijn vriendin is? Dan zei ze toevallig een YouTube-kijker is of zo. Maar blijkbaar wat zij er tegen. Dat is ook een schattig vrouwtje. Ze vertelde wel helemaal dat als je in de muziekwereld het wil maken, dat je dan sowieso aan de drugs gaat. Toen dacht ik, daar was ik niet mee eens. Maar voor de rest vond ik het heel leuk gesprek. Ze was vroeger een balletdansgest, die best wel goed was. Dus wel, ik vind haar wel inspirerend, wel leuk om haar te spreken. Dus mocht u dit een keertje zien, bedankt voor het gesprek. Maar ik denk niet dat ze jullie opzoekt. Ik weet dat ze niet eens opzoekt. Lijkt ze in één keer één mooie bocht. Ja, stiekem wel. Wij vervolgen onze reis. We zijn op Schiphol om over te stappen. En we hebben ons weer eens laten verleiden. Tot vegan sushi. 3,30 euro bij de Albert Heijn. Prijs gemaakt. Met avocado. Dus vegan. En Jeffrey wil ook een stukje. Want ik heb mee betaald. Want hij heeft mee betaald. Hij heeft de 30 cent betaald. Wow. Oh no 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 no. In de auto met papa. Oh oh oh. In de auto met papa. Oh oh oh. In de auto met je vrienden. Uitgezet van papa's auto. Niet zo doen, papa. Wat zegt dat we eruit gezet worden, maar ik denk niet. Want we gaan naar Sofie de verjaardag. En anders wordt Sofie heel boos op jou. Ja, want dan krijgt ze geen cadeautjes. Worden uitgezet op bij het huis van Sofie. Ja, bij het huis van Sofie. We gaan nu naar het huis van Sofie. Het huis van. En dan gaat papa weer weg. Zeg maar dag, papa. Doei, dikke doei, daag. Hoi, bij papa heb ik eigenlijk niets gefilmd. Ook omdat, ja, als je mijn vlogs komt, dan weet je dat ik daar eigenlijk niet zo vaak kom. En ik was er ook vooral voor mijn zusje. En dan vind ik het ook wel een beetje stom om dan de hele tijd te filmen. En ik kan wel even vertellen wat ik gegeten heb. Het is allemaal vegan. Stokbrood met avocado en tomaat. En verder tomaatsoepje. Wat dan meer gegeten? Ja, brood erbij.
Ze hadden zelf brood gemaakt en olijftappenade. En we hebben ook wat dingetjes meegekregen, die zal ik zo even laten zien. Als je wat gescheld op de achtergrond hoort, dat is Jeffrey. Die is aan het gamen. As usual. En ja, ik zal even laten zien wat we meegekregen hebben. Vond ik wel lief. We hebben meegekregen smoothie. Ziet er misschien niet zo lekker uit in deze fles, maar het is wel een lekkere smoothie. Jeff heeft zalm gekregen en nog een stuk worst. Ik weet niet of hij die al op heeft voor waar die is. En we hebben, ik heb olijftappenade meegekregen. Die had mijn stiefmoeder zelf gemaakt. En hierin zit tomatensoep. Maar ik krijg hem nu niet open. Maar ja, dat is hem. Nou, de batterij viel net uit. Dus ik moest hem weer een beetje opladen. Maar ja, ik heb jullie dus laten zien wat ik gekregen had. En ik heb net een chocomelk gemaakt. En die is van de melige meisjes, zou ik zeggen. De groene meisjes. En er zit onder andere makkenpowder, kurkuma, gemberpoeder en vanille in. En makkapoeder. En het schijnt dat, zeg maar makkapoeder, dat het zorgt voor blije hormonen. Dat die in je lichaam worden aangemaakt. Maar het is zeg maar niet dat je hormonen toedient. Want dat is meestal slecht. Maar het is juist een kruiden, zeg maar een goed poeder, zeg maar, dat je dus blijer wordt, blijkbaar. En daarnaast zit er ook kurkuma en peper in. En kurkuma gemixt met zwarte peper zorgt ook weer voor goede dingen. I don't know. Maar in ieder geval, ik ben heel benieuwd. Ik vind het ergens ook wel een beetje eng, die kruidencombinatie. En ook dat er gember in je chocomelk zit. Maar ik ben heel benieuwd. En ik moet zeggen, het ziet er wel echt heel erg goed uit. Het ziet er wel echt uit als een hele lekkere chocomelk, vind ik. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. En ik ga straks even proeven. En natuurlijk ga ik het filmen wat ik ervan vind. Ik heb wel alles op. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niet lekker. Maar dat is denk ik ook omdat het smaakt het ook niet helemaal als chocolademelk. Maar dat hadden ze ook wel aangegeven. De gember zorgt wel dat je een soort van, ik kreeg het echt een beetje warm of zo. En ja, dat lag verder aan mij. De kruiden, er zaten blijkbaar blokjes in. En soms had ik ineens een blok kurkuma of een blok een blok gember ineens. Dat was niet zo geweldig. En ik had ahornsiroop als zoetmiddel gedaan. Maar op de een of andere manier zakte dat naar de bodem. Dus op het einde had ik echt zo'n hele laag met ahornsiroop. En daarboven was alles helemaal niet zo zoet. Dus ik snapte ook niet waarom het zoet werd. Maar het zakte dus naar beneden. Dus ik denk dat je beter een andere zoetstof kan gebruiken als je dat recept nadoet. En ja, ik weet niet. Ik vond het toch niet zo lekker. Dus sorry groene meisjes. Mocht je het recept toch nog willen zien, dan moet je even naar de groene meisjes gaan. Ik kijk heel vaak naar hun recepten en ik vind hun dingen echt super leuk. En ga ik straks video editen. En ik ben dus allemaal vegan filmpjes aan het kijken. Ik ben de laatste tijd echt super geïnteresseerd. En ik heb allemaal vegan recepten. Ja, dit is wel een home tour. Maar vegan challenge, what I eat in a day. Vegan recipes, what I eat. Take to school as a raw vegan. Ik vind het echt super interessant. En ik vind het helemaal leuk. Dus ik merk wel dat ik nog een beetje trek heb, dus misschien dat ik straks nog iets neem. Maar ik weet nog niet wat. Dus dat zal ik jullie straks wel even laten zien. Maar ik ga nog even een paar filmpjes kijken en editen.